Status update. Hemelvaartdag. Nee, hemelvaartsdag. Hoe is het nou hemelvaart? Ja, het is hemelvaart. Heeft iets te maken met het aankomende Pinksteren. Ja, ik ben christen en ik word een beetje... ik hou niet van katholicisme. Ik ben er niet op tegen. Je hoeft ze niet van een hoge kerktoren af te flikkeren. Wat die Calvinisten hebben gedaan in Polen, daar sta ik helemaal niet achter. Die hebben daar, ik weet niet hoeveel duizend, die katholieken op de brandstapel gegooid. Nee, alleen de katholieken deden dat. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar ik dwaal af. En ik ben ook niet tegen Calvinisten. En ik ben ook niet tegen negers en ik ben ook niet tegen vrouwen. Ik wil ze gewoon niet met z'n allen tegelijkertijd in mijn huis. Want ik heb maar een heel klein huisje. En ik ben graag alleen. En als je soms dacht van, goh, wat heeft Perry een tijd niet op YouTube gestaan? Nou, dat heeft twee redenen. Punt 1. Ik was die negatieve commentaren beu. Gewoon mensen die zeggen, ik vind het niet leuk. En dan heb je zoiets, nou, en waarom dan? En nee, gewoon alleen een dislike. Jeetje. Mijn tedere kinderziel. Ik wil niet dat je rekening houdt met mij, maar ik mag me wel bij de zelfbescherming betrachten. Ik denk, nou, dan doe ik gewoon geen dingen meer, want ik krijg alleen maar ouw van. En die andere reden is dat ik een ban heb gekregen. Denk, ja, verdorie. Dan zit ik zelf te stoppen met posten. En dan gaat YouTube er nog een schepje bovenop doen. En zo de community guidelines. Zijn er dadelijk de gemeenschapsrichtlijnen. Ik heb de gemeenschapsrichtlijnen overschreden. En dan gaat het om een uitzending en die staat er al weet ik veel hoe lang op. Met trage computers hebben ze daar, zeg bij YouTube. Het duurt ze echt maanden om erachter te komen van, nee, maar je hebt de guidelines overschreden. Je zegt het dan gelijk. En ook geen reden. En die ene, ik had dus twee filmpjes. Het was echt behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. En die ene, dat was een filmpje wat ik via Facebook had gevonden. Dat heb ik daadwerkelijk gedownload. Ik weet hoe ik met mijn Macintosh om moet gaan. Dat is niet eens makkelijk ook, by the way. Maar ik heb dus een opname weten te maken van mijn scherm, dat kan. En dan heb je een perfecte video-audio. Met die audio nog een beetje schuiven zo. Nou, en die mevrouw die vertelt dan hoe we voor de gek worden gehouden door een stelletje mafketels uit Babylon. Nee, Babylon bestaat niet meer. Oh ja, nee. Nee, er is een winkelcentrum in Den Haag en het heet zo, maar daar voor de rest bestaat het niet meer. Nee, dat denk ik niet aan. Nee, Babylon is springlijvend. Ik heb nog een boek gehad. En het ging over Babylon. Met het oude Assyrië. Er was toen nog, in 1930, een bushalte in Irak. Die Irakezen die denken heel anders over bushaltes dan wij, hè? Het was slechts een paal in de grond met een bordje. Niet eens een prullenbak of een bankje. En reken maar niet dat de bus daar op tijd is. Hier is dan de bus nog redelijk op tijd. En dan kunnen we altijd nog eventjes een paar minuten zitten op een bankje. Nou, dat kenden ze in 1930 in Irak niet hoor. Dat is een paal in de grond. Ja, lijn 13 of zo. Halte Babylon. Maar goed, toen kwam ik daar nog op. Ik was ergens over aan het nadenken.
Ja, goed, die mens. Oké, die vrouw dus. Die vrouw die zat het te vertellen van Babylon. En geen vieze woorden gebruiken. En ze had geen make-up op. En ze was, ik denk jonger dan ik. En zat in een of andere jurk als ze aan. En ze, een beetje van dat, geen lelijk haar, dat kan je niet zeggen. Maar niet van die glanzende lokken, zoals Barbie. Volgens mij had ze geen bril. En ze zat gewoon op de bank. Ik wist nog, als ik de opname had mogen doen, dan had ik er op een leukere plek neergezet. Want dan gaan we maar hier zitten, dan heb je een leuke achtergrond. Beetje uitsneden maken. Zat er allemaal niet in. Dat mens had de smartphone op de keukentafel gelegd of zo. Well, nou is mama aan het woord. Nou, en ik heb die vrouw het hele verhaal laten vertellen. En toen heb ik daar mijn complimenten over uitgesproken. Dat vond YouTube niet zo leuk. Snap jij het nog? Waar zijn die lui mee bezig? Een oudere dame, ongetwijfeld met kinderen. Echt zo'n familiemens. Zo iemand die droomt appeltaart. Zoals jij Nederlands droomt. Die denkt in bruine bonensoep. Ja, dat is mijn perceptie dan, hè? Ik denk van, als je daar naartoe gaat, als zo iemand mij een stukje zelfgebakken appeltaart aanbiedt, en geloof me, ik zeg 9 van de 10 keer nee. Maar bij iemand zoals zij denk ik, even proberen. Ja, dit is even een statusrapportje. Met mij gaat alles hartstikke goed. Ja, het enige is, mijn kunstgebit is kapot. Of kapot, dat kan je ook weer niet zeggen. Het koudt nog een beetje. Maar technisch gesproken zit er een mankement. En het goede nieuws is, dat vroeger had ik op het tandengebied, had ik dan ook van die dingen. En dat wordt dan naar de tandarts en dan wordt het auw. En met een kunstgebit heb je dat probleem niet. Hé, je mist een tand. Nee, ik mis een stukje plastic. Maar het koudt nog lekker. En het klappert af en toe een beetje. Maar ja, mensen is creatief. Ja. En er zijn wel ergere problemen. Of ik een kunstgebit heb. Laten we het daarover ophouden. Ja, Herman Brood, die heeft een heel mooi liedje geschreven. En dat heet... Nee, dat heeft hij gecoverd. Was het nou voor QB en de Blizzards of zo? Nog even een vraag aan mijn collega Erik. Ik ben tegenwoordig buurtconciërge in Klagendal en Sint Maarten. We hebben 2 territoria onder ons beheer. En wij tonen geen genade. We kennen dat niet, joh. Als bewoners ons melden dat er een stoeptegel scheef ligt, dan wordt dat ding rechtgelegd. Of de gemeente het nou leuk vindt of niet. Hartstikke leuke baan. Elke dag buiten. Ook als het regent. En dan mogen wij eerder naar huis. Van mij. Nee, is heel leuk. En een soort toezichthouder. En dan alleen aan de kant van de bevolking. Ja, de politie die houdt ook toezicht, maar die loopt met een gun over straat. En allerlei andere nare dingen. Pepperspray. En dan heb je handhaving. Ja, die mogen aanhouden en zo. En dan heb je toezicht. En die zit daar weer onder. Maar dat is allemaal nog steeds toezicht van boven. En wij zijn het toezicht van onderen. Wij keken alleen maar naar het gedrag van de aannemer en de dit en de dat. En wij zitten van onderaf. Wij hebben geen enkele aanhoudingsbevoegdheid. Dat is een prachtige positie. En we hebben inmiddels tegen de 130 contacts in Google. Ik doe de IT.
Ik heb meer dan een jaar. Het Google-account aangemaakt. Onze e-mailadres is klinkhelder. Hoef je niet op te schrijven, want waar heb je het voor nodig? Maar iedereen begrijpt het. En we staan in de wijkkrant. En als er mensen naar ons toe komen, dat maakt niet uit wat het is. 130 contacts. In meer dan 300 dagen. Dat is toch iets van meer dan één contact per dag. Dat we erbij hebben gekregen. Nee, dat is overdreven. Een half of zo. Dus eens in de twee, drie dagen. Nieuw contact. En een voornaam, achternaam, een telefoonnummer, e-mailadres. En in de notes nog even typen wat het is. Dat is erg leuk. Heel leuk werk. En we hebben het zelf mogen indelen. De gemeente wist echt niet wat ze met de situatie aan moest. Hier in Arnhem zijn er een aantal probleemwijken. Wat is het ook weer? Dat je hoort dat je het positief zegt. Aandachtsgebieden. Er worden auto's in de fik gestoken. Ja, dat staat zo rommelig. Hè? Mensen flikkeren het gewoon voor vuil. Op straat. En dat leeft ook. Dat leeft, er is ook van die Mohammedanen. En die zijn ook heel fris in de kop. En die gooien het brood op straat. Ja, dat moet je vooral doen. Ja, want van de profeet, Gods zegen zij op hem. Ik heb wel respect voor Mohammedanen. Maar de profeet heeft, Gods zegen zij op hem. En die heeft gezegd, je mag eten niet weggooien. Nee. Ja, dan gooi je het maar op straat. En dan flikkeren ze dat brood op straat. Ja, dat is leuk voor de muizen. En de ratten. Ja, de duiven eten het ook. Ja, en brood, daar zit helemaal niks in. Jawel, in brood zitten heel veel vitamines in. Hou je mond. In brood zit niks. Ja, wat sporenelementen, dat is alles. Je moet eentjes ook geen brood voeren. Laat staan je kinderen. Maar ik ben hier niet voor dieetadvies op aarde. Maar wees voorzichtig met brood. Maar dan gooi je die Mohammedanen, die flikkeren dat brood op straat. Uit alle goede bedoelingen natuurlijk. En er zit iets in. En we kunnen die Mohammedanen leren. Dat je eten dat je niet op kan eten. Oh, ik heb te veel gekocht. Dat je dat kan composteren. En dan vernietig je het niet. Dan zet je het om in een grondstof. Waarmee groen gaat groeien. En groen, dat groeit aan het compost. Dus je hebt boterhammen. Dat composteer je. Dan wordt het zwart. En uit het zwart komt het groen. En groen is de kleur van de profeet. God zegen zij op hem. Nou, als we dat hem allemaal begrijpen. Dat is ook zo grappig. Pak even Google Maps erbij. Dan kan je het zien. Er loopt een spoorlijn. Dat is precies de onderkant van Klarendal en Sint Maarten. En onder die spoorlijn loopt de Hommelse Straat. En die gaat dan over. De Hommelstraat. En die gaat over in de Hommelse Weg. En dat kruispunt van die onderdoorgang voor het voetverkeer, fietsverkeer, autoverkeer en de treinen, dat heet de Hommelse Poort. En een of andere droppelhul, die heeft aan de noordkant gekliederd fijne Ramadan. En heel slordig, echt super slordig. En de gemeente, die heb ik dan nu gehoord als buurtconciërge. Want een van de dingen waar wij ons mee bezighouden, dat is graffiti.
Nou, fijne Ramadan, dat is graffiti. En dat is ook een keer slordig. Nou had ik een keer overleg met zo'n bobo van de gemeente. En die wilde wel eens weten, wat zijn jullie als buurtconciërge aan het doen? Dus we hebben dat mensen hebben we tegengegeven. Ongetwijfeld is de vegetariër. En Mark, mijn coördinator, maar dan moet ik erbij zeggen, die ziet overal beren op de weg lopen. Die zei van, ja, maar zij is lesbisch. Pas op. Als het niet waar was, was het niet om te lachen. En dan kijk ik Mark zo droogjes aan. En dan denk ik, Mark, maak je nou niet zo'n zorgen. Maar maak het nou uit dat ze lesbisch is. Jij sissy. Met een C-I-S. Cisgender, dat betekent normaal. Ja, kortom, ik lach me kapot, joh. Maar anyway, die gozer die schildert dat dan op de noordkant. En, nou, waar die trein dan voorbij dendert, daar zitten ze, nou, die bogen. En daar staat het dan op, fijne Ramadan. En dan heeft de gemeente dat al een paar keer laten verwijderen. En ja, de volgende dag staat het er weer. Of misschien 2 dagen later, dan staat het er weer. En ze weten zelfs wie het is. En ze hebben met die persoon gesproken. Dat hoorde ik dan van die bobo. Die dan vanuit de een of andere gemeentetoren, daadwerkelijk zo'n hoog gebouw, jongen, zo'n kruipdoorsluiptoren. Wat, zit hier nog een keuken? Jeetje, wat een ingewikkeld gebouw. Maar dan zitten ze daar bovenin en dan vinden ze van alles prima. Ja, het uitzicht is goed, ja. Maar als je dichterbij komt, joh. Een fijne Ramadan, die zo lelijk gekliederd, man. En ik zei, ja, kan dat niet weg? Nou, dat kan niet weg, want dat wordt gedoogd. En dat is mijn voorstel, om dan aan de zuidkant van de Hommelse Poort, om daar een uitspraak te doen op een christelijke grond. En dat is punt 1. Eerst maken we de ondergrond mooi. Even met de NS overleggen. Nee, met ProRail moet je overleggen. Ik ga even met ProRail overleggen. En dan gaat er 1 grote sticker op. Die makkelijk te verwijderen is. Met aceton of zo. En dat doen we een christelijke uiting. En als de boel opnieuw geschilderd moet worden. Nou, een beetje aceton. Huppakee, gaat die hele sticker eraf. En tot die tijd blijft die steker netjes zitten. En aan de buitenkant is die geplastificeerd. Dus die blijft ook wel even hangen bij onweer en tornado's. Maar we gaan niet lopen kliederen. Dat is punt 1. En het wordt een uitspraak op christelijke basis. En we refereren aan Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. En dan een paar woorden. Dus een fijne Ramadan, dat zijn er 2. En wij doen er 4. Ja. Wij strijden tegen overheden. Dat is Paulus aan de Efeziërs. Hoofdstuk 6. Ja, Hugo. En denk je dat het mag? Nou, ik dacht het niet. Ik denk niet dat de overheid te wachten zit op een partij die tegen haar strijdt. Ik denk dat ze dat liever onderdrukken. En dat ze liever van die volgzame katholiekjes hebben. Met allerlei afdelingen. Want je bent katholiek als je transgender bent, een alien, een atheïst, ook allemaal welkom. Als je maar geen christen bent. Want christenen strijden tegen overheden. Punt. Nou, dat is oud-Nederlands. Ja, en mijn vader is een kameel. Ja, ik heb leuk werk. Dus. En ik heb een heel leuk huis gekregen. Echt schattig. En
Dat zijn voormalige arbeiderswoninkjes. En er woonde dan een heel gezin. Dus een man, vrouw, twee kinderen. Ja. En ik heb dan de benedenverdieping. En als je bij mij binnenkomt. Oh ja, ik heb alle deuren eruit gehaald. Alle deuren, behalve de deur naar de natte cel, waar ook het toilet is. Dus dat je... Maar daar is ook de wasmachine. En de wasdroger. Dus dat is ook wel handig dat je de deur dicht kan doen voor de herrie. En het is wel handig dat je op mijn toilet... Dus, ja, ik weet niet, als je naar het toilet gaat en er zit bezoek en zo. Kan je een scheet laten. Zonder dat wij het horen. Doe je even de deur dicht. Ja, iets van privacy. En voor de rest zijn alle deuren eruit. Ik heb nog even overleg met volkshuisvesting. En wat dat kost. Ja, de €200 per deur ongeveer. Als ik morgen ga verhuizen, dan ben ik de sjaak. Dan moet ik toch voor die deuren alleen al. Maar ik ga morgen niet verhuizen. Ik ga helemaal nooit meer verhuizen. Ik zou niet weten waarom. Dus in die zin ben ik heel gelukkig. Want verhuizen is helemaal niet leuk. Dat is heel stressvol. En nu ben ik aan het kamperen in mijn nieuwe huis. Zo zie ik dat. Dus ik heb een bed, ik kan liggen. Ik heb mijn studio opnieuw ingericht. Dus mijn SM... Want ik hou van SM. En SM58, die hangt nu eindelijk fatsoenlijk. In mijn vorige woning zat die zo... Dat was met tie wraps. Ja, het is nu weer met tie wraps, maar... Bij mijn vorige was het helemaal niks. Nee, daar wil ik niet meer aan terugdenken. En nu heb ik echt geweldig... Ik heb een scharnier, ik zit dus in... Nu momenteel op de grond, daar hou ik van. Ik heb geen bed. Dat scheelt weer centen. Mijn matras ligt op de grond. En links van mij heb ik een oude balk. Een lat moet je zeggen. Mooi verweerd. En die zit met tie wraps vast aan mijn centrale verwarming radiator. Die staat vrij stevig. Mooi klem. Ja, en daar heb ik een scharnier op geschroefd. En aan het scharnier hangt een andere lat. En ja, daar hangt die microfoon aan. En de grap is, met het scharnier, ik klik het omhoog. En ik heb een stukje metaal gemonteerd aan beide kanten. En er zit een magneet tussen. En dan klak, dan zit hij vast. Dat is handig. Eh? Als je dan klaar bent met ouwe hoeren, doe je de ding omhoog, klak. Net kan je weer de ruimte om te bewegen. Want ja, zoals ik nu aan het spreken ben, ja, dan heb ik geen levensruim. Want die microfoon hangt voor je mond. En dan niet te grote afstand. Dus dat is goed. Ja, er ligt nog een boormachine, er ligt nog een decoupeerzaag, de vloer ligt vol met rotzooi. Appie is nog bezig met het terras. Ik sta nu aan te kijken tegen meer dan €500 kosten aan planken. Voor de vloer van het terras. Een veranda dus. Ja. Dat is toch wel teuer hoor, zo'n veranda. Maar hier in Klarendal staat iedereen aan mijn kant. Zo voel ik dat. Dat zullen ze niet allemaal zeggen. En Appie heeft... die zei ook... Ja, maar we kunnen ook gaan denken aan... die had stijgerhout. Dat is ook zoiets. Dan kan je nog denken aan vloerdelen. Dan hoef je alleen maar te bijten.
Ik wil gewoon planken. Dus dat slaat nog een gat van €600 of zo. Mijn appie moet ook nog buffelen. En dan is het even klaar hoor. Dan wil ik Appie ook. Ja, Appie gaat ook nog een plafonnière monteren. Nog een lampje in mijn natte cel. Ik heb een heel klein nat celletje. Een schat van een dingetje. Het is wel een leuke woning, man. Als je binnenkomt, heb je de trap recht omhoog. En die is keiwit. Met van die zwarte halve maantjes. Maar dat gaat naar boven. En daar is de computerruimte. En ga je naar rechts, daar zit geen deur, daar zit een gordijn. Dan loop je tegen een boekenkast aan. Dan denk je, wat? Oh, daar moet ook nog een lampje. Oh goed, man, ja. Alles komt met de tijd. Hé, wat een goed idee krijg ik nou. Nou, dan loop je tegen een boekenkast aan en dan moet je naar links. En dan loop je tegen het altaar aan, om het zo maar te zeggen. Een aantal kunsten dingetjes. En dan moet je naar rechts. Nou, dan ben je echt de weg kwijt. En achter die boekenkast, daar zit mijn matras. Maar dan moet je naar rechts, dan moet je naar links, dan moet je naar rechts, dan moet je naar links. Dan kom je als het ware in de woonkamer. Daar staat een comfortabele bank. En als je naar binnen links gaat, ja, volg je het nog? Dan sta je in de keuken. En dan ga je naar rechts, ga je naar de tuin, en ga je naar links. Dan heb je daar een kleine natte cel. Echt een mini, alles in één natte cel. Heb je en een wastafel, en een spiegel, en een wasmachine, en een wasdroger, en een douche, en een toilet. Ja, wat wil je nog meer? Qua nattigheid. Kortom, het wordt prachtig. En dan zo heel langzaam inrichten. En iedere keer dat je, dan doe je iets. En dan heb je het gedaan. Heb je iets veranderd. En dan moet je er even aan wennen. Voortschrijdend inzicht heet dat. Moet jij ook doen. In je woning. Heel veel mensen. Het is geen kritiek, hè? Het is een observatie. Hè? Heel veel mensen die maken een plan. Gaan ze helemaal uittekenen. En dan wordt dat uitgevoerd. En dan is het af. En dan zijn ze moe. En dan zien ze achteraf van ja, dit had eigenlijk anders gekund. En dat had ook anders gekund. Maar ja, het was zoveel werk. Laat het maar zo. En ik haat dat. Ik hou van het voortschrijdende inzicht. Dat je op je gevoel denk je, nou, laten we dit eens proberen. En dan probeer je het. En dan zit je een klein stapje en dan ga je opnieuw kijken. En denk je, er zijn dingen en die vind ik goed. En dan maak je de volgende stap. En aan de ruimte die ik nu heb, heb ik voldoende. Ja, vind je het gek? Vroeger woonde hier een heel gezin. Ik sprak een vrouw op leeftijd en die zei, woon jij op nummer 14? Mijn opa en oma, die woonden op nummer 10. En die mensen, die hadden, waar ik nu zit, de benedenverdieping, in tweeën gedeeld, een opkamer. Dat is een mooie kamer. Dus je had een kamer, de benedenverdieping, en een kamer, dat was de huiskamer. Ja, kom maar binnen, wil je koffie, wil je thee, wil je een oliebol. En op zondag of zo, ja, dan gingen we in de opkamer zitten. In de mooie kamer. Waar de mooie dingetjes staan. Ik heb één grote ruimte.
En Appie, mijn klusser, die zei, hoe kan je in zo'n puinhoop, hoe kan je leven? Tegenover mij, in de straat, is een smal straatje. Er zit een islamitische basisschool. En die kinderen schreeuwen, jongen. En die ouders die komen hun kinderen 's morgens vroeg brengen. En dan moet er ook nog een sirene afgaan. Zo'n schoolbel. En Appie, word je daar niet gek van? Nee. Ik zou niet weten waarom. Het is toch heel regelmatig. Huh? Ik hoor het geschreeuw van die kinderen. Ik denk, oh, dit is weer spelkwartier. En dan komen die auto's weer aan. En dan parkeren ze. Dat mag helemaal niet hier voor op de stoep. En ik heb geen voortuin. Die mensen die staan op 50 centimeter afstand van mijn venster. En schreeuwen ook nog. Ja, daar gaan we wat van zeggen. Want dat laatste hoeft niet. Maar dat ze die kinderen op komen halen, dat snap ik wel. Ik heb nog meegewerkt aan een systeem voor de gemeente Amsterdam. En dat had als doel om ouders te verplichten. Of ben je het ook weer dwang en drang of zo. Hè? Dat je je kind op school doet. Op minder dan zoveel meter van je huis. Dat je kind niet 5 kilometer verderop op school doet. Tiamo heette dat systeem. Tiamo is Italiaans voor ik hou van jou. En het is een afkorting. Toepassing, internet, administratie, modules, onderwijs. Tiamo. En die mensen die doen dat niet aan. Hun kinderen moeten per se naar het Mohammedaanse, Koranistische onderwijs. Ja, en dan moeten ze maar met de auto vervoerd worden. Die school die gaat binnenkort weg. Die gaat naar Presikhaaf. Vervelend voor die kinderen. Beter zitten ze hier. Niet dat Presikhaaf slecht is. Maar ik zie het nu al voor me. Dat wordt vast een school met een ruime parkeergelegenheid. Met zo'n kale vlakte. En dan rij je hier, dus de Oogststraat waar ik woon. En dan gaat de Prezero, die gaat er doorheen. Dat is de afvalverwijderaar. En daar ken ik mensen van. Niet allemaal, maar ik denk natuurlijk niet. Ik weet niet hoeveel mensen. Er schijnen ook eikels te werken. Dat vangen wij dan ook weer op. Maar Maarten, bijvoorbeeld. Dat is een goede gozer, man. Ja, dan rijden die auto's van Prezero, die rijden hier doorheen. Ja, en die auto's die zitten vol met vuil. Ja. En dat geeft me dan een lekker gevoel. Ik denk, jongens, zet hem op. En ze moeten heel voorzichtig rijden, want het zijn ontzettend smalle straatjes. En dan zijn loeren ze van vrachtauto's. En die jongens die kunnen manoeuvreren, joh. Ah, oh, dat is kunst, joh. En wat maakt mij het uit dat ik het hoor? Wat maakt mij het uit dat ik het zie? Wat mij uitmaakt is denk ik, mooi zo. En al die rotzooi, weg uit Klarendal. Weg met die rotzooi. Ja, maar die stomme Turken, die flikkeren het allemaal bij de... Ja, dat ben ik ook wel, dat iedereen de Turken de schuld geeft. Dat is oud nieuws. Dat hoor je echt uit alle lagen van de bevolking. Zelfs van de Turken. Dat de Turken zeggen. Het zijn de Turken hoor. Het is om je te bescheuren.
Robert Jensen net, hè? Daar heb ik net naar zitten kijken. Die wordt steeds beter, vind ik. Dus, die jongen die zit in een groeiproces, is mijn oordeel. Zijn taalgebruik verbeterd. En minder overbodige woorden, zoals echt. Of maar. Of gewoon. Maar, echt gewoon. Ja, daar heb je niks aan. Maar dat merk ik aan Robert, dat hij... Ja, ik vind dat mooi om te bekijken. Ik heb geen kritiek. En Robert Jensen, die stond er maar stil. Ja, het is geen leuke tijd om in te leven. Maar maken wij er wat van? Ja. Nou, is de tijd leuk waarin we leven? Nee. En maken wij er wat van? Ja. Ik vraag me af of die gelijk heeft. Volgens mij is het best een leuke tijd om te leven. Ik zou niet weten waarom niet. Ja, als je verwachtingen had van ja, ik had gedachten dat ik ga lekker hard werken en dan ga ik diploma's halen en zo. En dan heb ik een vrijstaand huis met een zwembad en een helikopterlandingsplatform of zo. Ja, dat is dan waarschijnlijk niet gelukt. En dan zijn we teleurgesteld. Hè? Of blij of zo. Nee, natuurlijk niet. Dan zijn we chagrijnig. Denk ik, ja, het is helemaal niet leuk. Ja, maar wat had je nou verwacht? Er zijn mensen die zijn geboren met ongelukkige ouders. En er zijn mensen die zijn geboren met gelukkige ouders. Ja, en als je gelukkige ouders hebt, dan denk je... Nou, dan wil ik ook gelukkig worden. En dat lukt dan niet en dan heb je er de pest in. Ja, mijn ouders waren gelukkig en ik niet. Nou, je hebt ook mensen die hadden ongelukkige ouders. En die zitten net zo te zeiken. Ja, mijn ouders waren ongelukkig. En nou, je had altijd herrie thuis, man. Altijd schelden, vloeken, zuipen en zo, met de ramen slaan. En ik ben ook ongelukkig. Ja. Waar zijn de mensenrechten? Nou, die zijn er helemaal niet. Punt. Ja, George Soros en die club, die elite. Dat is Babylon, meer niet. Het oude Babylon in het zoveelste nieuwe jasje. Nee, maar nu zijn we echt verstandig geworden. Het is de CO2. Ja. CO2, weg ermee. En CO2 is noodzakelijk voor plantengroei. En die groene partijen, daar komt ie. Ja. Die groene partijen, die willen de enige groene zijn. Ja. En daarom moeten de planten weg. En als alles de hele aarde groen is, hè? Ja, we hebben de groene, we hebben helemaal geen nut meer. Want ja, alles is al groen. Hè? Wij hebben nog een groene. Ja. Dus die groene, die willen de hoeveelheid groen terug. Serieus. En zij weten, dat weet iedereen, dat CO2, koolstofdioxide, dat is een gas bij kamertemperatuur. Daar krijg je plantengroei van. En de groenen die willen dat niet, want die willen de enige groene zijn. Dus daarom moet de CO2 omlaag. Dan kan je om zitten grinniken dat ik gek ben of zo. Nee. Dit is wat ze willen. CO2 omlaag, minder plantengroei en allemaal vegetariër worden. Ik snap ergens de combinatie niet hoor, maar het zal wel weer aan mij liggen. Ik heb nooit zoveel fiducie gehad in die communisten. Sinds Karl Marx. En toen was ik nog niet eens geboren. Ik heb een stukje gelezen van Das Kapital. Een weekleger zum Katzen.
Stel ik een vieze vader Jezuïeten. Waren de Jezuïeten? Dus ik ben erachter hoor, de hele gezeik. De Babylon is het. En Babylon heeft zich een metastase. Net als de Alien in Ridley Scott. Die film van Ridley Scott. Die Alien. Als maar aanpassen. Van vorm veranderen. En dat doet Babylon. Die bestuderen ons en denken, oh, een lekkere wijven. Nou, laten we ze nog maar even in leven laten, want ze hebben zulke lekkere wijven. Althans, dat is hun plan. Dat is hun levensvorm. Parasitair, zijn ze. Maar niet op mij. En op jou ook niet. Stel je toch niet aan, man. Zet het op een sapen. Ja, dood ga je toch. Rook een sigaar. Staar uit het raam en denk na over nuttige dingen en zaken. Spaghetti carbonara bijvoorbeeld. Komende dinsdag moet ik koken. Als buurtconciërge doen we dat. En we doen dat om in contact te komen met de bewoners. En ik kan koken. En Erik, dat is mijn collega. Die komt uit Renkum. Dat is ook een buitenlander. En ik kom uit Bovenkerk. Dus ik ben ook een immigrant. Hier in Klarendal. En die kan ook koken. Die heeft gewerkt in de catering. En die kijkt ook naar Gordon Ramsay. 24/7 Kitchen. Turkse keuken vindt hij ook lekker. Dan lopen wij als buurtconciërge hier over straat. En dan zit Erik dus allemaal op te dreunen. Van ja, en heb je dus die boelkorg moet je hebben. Hè? En dan doe je dan maar die paprika. En die moet je dan heel dun snijden. Hè? En dan moet je wel die ene bijzondere Turkse kaas hebben. Maar dat heet een huppeltje pup. Nou, dat is lekker joh. En ik zo, ja ja. Een sofrito, dat ken ik nou ook. Ken jij dat ook? Dat moet je leren. Dat is heel simpel. Je neemt bleekselderij en wortel. Gewoon zo'n lange wortel. Niet zeuren, gewoon, het kost geen drol. En bleekselderij, een grote wortel. En je neemt ui. Nou, als je dan een beetje zuinig bent met die wortel, dan kan je, ik weet niet hoe vaak, een sofrito van maken. En wat je dan moet doen, is je moet gelijke hoeveelheden qua volume van bleekselderij hebben en wortel en ui. Van die bergjes maken en dan kijk je er even langs, ze moeten even hoog zijn. En dat ga je aanbakken in de olijfolie. Knoflookje erbij, kan nooit geen kwaad. Als een sofrito. En een passata erbij. Dat zijn van die flessen met tomatenmelk. Een soort dikke tomatensap. En dan moet bouillon doe je erbij. En dan is het de keuze of je... Hey, voordat je die bouillon dan alles erbij doet, doe je eerst het gehakt erbij. En dan is het de keuze of je het gehakt gaat aanbraden in de sofrito. Of dat je het gehakt aanbraadt in een aparte pan, zodat al dat water van het gehakt er eerst uit is. Ja, jij bestaat voor 70% uit water. En, ja, waarom dieren niet? En dat, ja, dat vleeswater, daar heb je niet zoveel aan. En dat je het gehakt aanbraadt buiten de sofrito. Op hoog vuur. Kort aanbraden. En dan knik je dan erbij. En dan komt de bouillon erbij. En die passata. En wat Erik dan heeft gevonden als recept. Is dat je
niet werkt met een sofrito. We denken, je werkt met een sofrito, maar dat doe je dan ook paprika doorheen. Dus het is precies hetzelfde. De wortel, selderij, ui en paprika. Dat is echt een winnaars, jongen. En dan dat recept telkens weer maken. Het kost wel even pruttelen. Maar. Een carbonara heb je klaar in een jiffy. En dat soort dingen ben ik nu mee bezig. Om eten kopen. En rapporteren naar de gemeente toe. En de andere instanties. Er is een man hier en die is helemaal... Die komt uit Suriname. Die doet drugs en alcohol. Hij heeft geen baan. En hij woont boven de co-op. Aan de Hommelse weg. Dat is veel te druk voor die man. En een overlast, jongen. Een schreeuwpartijen. Dan ben ik van de week even langs geweest bij middenstanders aan de andere kant van de Hommelse weg. Om te vragen hoe het zit met de overlast. En een vrouw die zei tegen ons, ik was daar met Erik. En die zei tegen ons, het is een doodgoeie jongen. Nou, hij is overprikkeld. En dan is er geen land meer met hem te bevaren. Het is een doodgoeie jongen. Die heeft hulp nodig. Ja. Halleluja, dacht ik. Want de rest van de verhalen, dat was alleen maar... die teringleier hoer, laat hij een keer zijn bek houden. Laat hij luisteren naar Mark Rutte. Ja, Mark Rutte zei het toch ook? Je moet gewoon je bek houden. Ja. Die gozer moet luisteren naar Mark Rutte. Hij moet gewoon zijn bek houden. En dat is het antwoord niet. En ik was blij met het inzicht van die vrouw. Dus dan kan ik terug naar het katholieke buurtpastoraat. Dan ga ik met Ellie praten. En anders samen met Ellie naar volkshuisvesting. Die man moet een andere plek krijgen. Een plek met minder prikkels. Voor mijn part een tijdje naar een klooster. En werken in de moestuin. De eendjes voeren. En helpen met de eenden plukken. Want eenden veren, die smaken nergens naar. Dan heb je weer eenden dons voor je kussens. Even met Ellie overleggen. Zie je wel, ik werk samen met katholieken. Ik heb niks tegen personen. Wij strijden tegen overheden. Efeziërs 6. Look it up. Ja, het is fijn om christen te zijn. Dan heb je elke dag vakantie. In het koninkrijk. En Robert Jensen, die zegt, ja, dat is helemaal geen leuke tijd. Ja, dat is zijn perspectief. Omdat hij dan denkt, van, ja, de wereld zou eigenlijk zo en zo en zo. En zo en zo en zo en zo. En daar raakt hij ook niet uitgeluld. Robert Jensen weet ook niet hoe de wereld eruit moet zien. Dusdanig waarop Robert Jensen zegt, ja, nou heb ik niks meer te vertellen. Want alles gaat goed. Ja, dan is Robert Jensen ook zijn baan kwijt. Je kan die patat gaan bakken. Bij Joop Vriet. Om nog van waarde te zijn. En nu het dan zo gaat. Ja, dan heeft Robert Jensen. Ja, nee, maar dit kan niet in de klooswap. En woehoe in het wef. Ik vind Robert Jensen heel prima. Ik ben helemaal pro.
en de wereld is zoals die is. Ik heb een contract met online voor mijn internet. Ja, en als dat uitvalt, ik heb het nummer van online, heb ik in mijn mobieltje staan, en dan zijn die jongens en meisjes daar de sjaak. Dan ga ik bellen. Want ik heb betaald. Dus ik heb recht op zoveel internet, bandbreedte, dinges. Dat hij het doet, in elk geval. En dat is het minste. Ja, en zo niet. En dan ga ik bellen, want dan ben ik boos. En terecht. Maar voor het leven heb jij niet betaald. En je kan niet zeggen, ja, er is mij ingefluisterd dat ik recht heb op ABCDE. Ja, was je hallucinerend of zo? Tja, het is niet aan mij om te oordelen. Wat jij ervan vindt. Je mag het zelf zeggen. Maar jij hebt niet betaald voor dit leven. Dus heb je ook geen enkel recht. Ja, geen recht in die zin. Ik betaal online. Dat is mijn internet service provider. Dan praat je over 3 à 4 tientjes in de maand. Ja, dan heb ik recht. Dacht ik. Hetzelfde geldt als ik gebruik maak van het openbaar vervoer. Ik geef het Dorie. Maar voor het leven heb je geen recht. Niet in die zin. Natuurlijk heb jij een recht. Nee, je hebt een opdracht om te leven. Je hebt een opdracht om te geven. En je bent hier met een plicht. Tenzij je afvallig bent. Dat mag helemaal niet erg. Dan word je gerecycled. En wij groeien door. Dankzij jou. Compost. En compost is toch ook goed? Ja, dan word je compost. Als je afvallig bent, dan word je gecomposteerd. En onze wortels die je... En het koninkrijk gods, dat dendert door. Door weer en wind. Om er maar een oude koe uit de sloot te trekken. Nou, de koninkrijk gods, ik zie het helemaal niet. Ja, misschien ligt het aan jou. Stupido. Van de week... liep ik met Erik. En, ja, dan lopen wij de ondergrondse containers te controleren. Dat is een wandeling van meer dan 5 kilometer. Hebben ze allemaal gehad. En heb je onderweg, dan ga je oude hoeren over van alles. En het leuke is, wij delen heel veel dingen. Ook qua films. En Erik, die heeft een geheugen als een spijker. Als een spijker. Dan hadden we het over David Lynch. Een Amerikaanse regisseur. Die kettingroker. Met die hoge schedel. Van Twin Peaks. En hij weet dan al die namen. En ik weet sommige namen. En dan die mooie film Blue Velvet. Die is prachtig. Er zit Dennis Hopper zit erin. En Isabella Rossellini. En hij had die film ook gezien. Ja. She wore blue velvet. Dat refereert aan... vraagteken. De hemelkoningin natuurlijk. Nou, en Erik wist ook nog
de naam van die auteur die de politieagent speelt. En die zijn oor kwijt was of zo. En die speelde later ook in Twin Peaks. En die naam weet ik dan niet. Maar dat was Dennis Hopper. En met welke scène komt Erik dan gelijk aan? Van ja, die scène met dat hij Dennis Hopper doet dat masker op. En dan gaat hij tussen de benen van Isabella Rossellini. En wat zegt hij dan? Mama! Ja, wij zitten zo eenvoudig in elkaar. Niet Erik en ik. Nee, Erik en ik ook. Maar wij mensen. Zo eenvoudig in elkaar. Wij vinden het zo vervelend dat we geboren zijn. We willen het liefst terug in de buik. Waar je niet hoeft te snakken naar adem. En daar bestaat geen COPD. Dan is je lekker met je duim in je mond. Een beetje in de rondte gedragen worden. In de buik van mama. Ja, het ging over voor alles en nog wat. Oh, en die tweede YouTube-ban. Het was dat ik een college had gehouden. Dus een uitleg. Over mRNA. Dat vonden ze ook niet leuk. Ja. Het was de medische desinformatie. Ik zou niet weten waarom. Hey, ik ben geen biochemicus. Dat ik geen biochemicus ben, betekent niet dat ik niet kan luisteren naar biochemici. En die vertellen die verhalen. Dus ik heb verhalen van biochemici heb ik doorgebriefd. Vinden ze ook niet leuk bij YouTube. Ja, het zal mijn tijd wel uitduren. Nou, ik ben benieuwd of ik nog een beetje negatieve commentaren krijg. Gewoon een dislike hier, dislike daar. Ik ben van plan om iets heel anders te gaan doen. Maar daarover later meer. Even een statusrapportje. En hier komt muziek. Lieve kind, wat nu? Nu het vuur is uitgerast. Lieve kind, wat nu? Nu de laatste puinhoop smult. Lieve kind, wat nu? Nu elke steen van de andere is. Lieve kind, wat nu? Overwint, was het dat wat je dacht?